Hoi lieve allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik kom echt net uit de sauna gerold, dus ik dacht ik ga nu eerst even een snelle video opnemen voor jullie. Christmas countdown nummer 12. Ik moest even nadenken jongens, ik ben een beetje ontspannen natuurlijk van de sauna. Ja, Christmas countdown nummer 12. Het is vandaag donderdag 12 december, 13 dagen voor kerst. En ja, ik ben vandaag dus naar de sauna geweest. Heerlijk ontspannen. En ik dacht eerst van, oh god, kan dat wel doorgaan? Want vanochtend was ik eigenlijk best wel een beetje ziek. Ik had ook het idee dat ik wat koortsig was. Maar goed, toch gegaan. Twee paracetamol erin. En ik voel me nu eigenlijk een heel stuk beter. Dus de sauna heeft me heel goed gedaan. Ik ben nog wel echt hartstikke verkouden. Dat kunnen jullie waarschijnlijk wel horen. Maar ja, ik voel me wel een stuk beter dan dat ik me vanochtend deed. Ik heb Levi erbij. Want ik ga nu Levi omkleden in het andere pakje wat ik nog over heb. En dat is deze rode shirtje. En deze met het lieve schattige rendiertje erop. Het is ook een heel super schattig pakje, dus die gaan we Levi zo aantrekken. Ja, laten we daar maar mee beginnen eigenlijk, hè. Het was echt een super leuke dag vandaag. Ik laat hem zijn mutsje op trouwens. Heerlijk ontspannen, het was ook mooi weer daar. Het was echt prachtig weer. De zon scheen. We konden heerlijk ook wel buiten zijn gewoon. Het lijkt echt heel gek, want als je nu de straat op gaat, dan doe je een dikke jas aan. En als je daar bent, loop je alleen met een handdoekje om. Dat is echt heel gek. Eigenlijk. Maar ja. Dat is heerlijk. Het is nu al de derde keer in een paar weken tijd, jongens. Eén keer met mijn zusje op een avondje. Vorige week met mijn vriend. En vandaag met mijn vriendin. Die ik ook trouwens ken van uit de Reborn wereld. Heel grappig, maar zo hebben we elkaar leren kennen. En toen bleken we uiteindelijk bij elkaar in de buurt te wonen. En ja, ze komt gewoon heel geregeld bij mij. Ik kom geregeld bij haar. Neemt ze weer eens even een babytje mee. Op mijn kanaal staan trouwens ook een heleboel boxopeningen van haar, Kim. Zo is de Angel. En ook eentje van een Luciano. Nou, al die boxopeningen staan trouwens op mijn kanaal. Die kunnen jullie ook kijken. Dat zijn dus baby'tjes van Kim. Dus niet voor mij, maar voor Kim. Die boxopeningen heeft ze dan bij mij gedaan. En dat heb ik dan gefilmd. Super gezellig. Hartstikke leuk. Levi. Man, wat kan ik toch ook snel baby's omkleden. Ik zie dat ik nog maar 3 minuten onderweg ben. Ik heb hem bijna al helemaal volledig omgekleed. Mam. Ja, ik heb gewoon ervaring in. Daar komt het van. Ik kleed elke dag baby's aan. En het voordeel is, deze baby's liggen natuurlijk gewoon stil. Hè? Dat scheelt ook een hoop. Oh, deze staat hem ook eigenlijk wel heel erg schattig. Zo. Het zijn allemaal van die lieve pakjes. Ja, mijn vriend is nog naar een kerstborrel. Dus die is nog niet thuis. En straks als hij thuis is, gaan we gouden kindjes halen. Want het is nu ondertussen wel al 8 uur of zo. Ah jongens, het staat toch lief. Echt super schattig. Levi. Wat is er? Mijn marker stinkt. Oh, mijn dochter zit bij mij op de bank. Die is aan het kleuren. Die heeft nieuwe markers gekregen. Van Sinterklaas, maar die stinken blijkbaar. Ik ruik het niet, want ik ben toch wel hartstikke verkouden. Ja, maar man, ik ruik heel sterk. Ik heb een sterke neus. Want zelfs als ik boven zit en jij bent aan het koken, weet ik precies wat we gaan eten, want ik ruik het vlees. Ja, je hebt een goede geur. Sorry jongens. Zo. Nou, dit pakje staat hem ook super lief. Dus misschien laat ik deze ook wel aan tot kerst. Ik weet het nog niet. Ik heb nog steeds keus natuurlijk. Ik kan hem nog een keer omkleden. Als ik dat wil. Vandaag was ik dus met Kim op pad. En zij heeft een hele zak, tas
vol met babykleertjes gekregen of gekocht. Ik weet het eigenlijk niet. Heb je het gekregen, Kim, of heb je het gekocht? Misschien heeft ze het ook voor een prikkie gekocht, weet je wel. Dan kan je het uitzoeken. Of ze heeft het gewoon gratis af te halen en dan uitzoeken. Maar het is allemaal meisjeskleding. Als het goed is, maatje 50, 56. Dus daar wou ik wel eventjes naar kijken. Ik heb hem hier bij me staan. Oh, deze is iets groter. Dit is een dirkje, heel zacht vestje. Zacht roze. Zacht vestje. Maar die is maatje 68. Maar, oh, wil je de deur even dicht doen? Want de katten die hebben een beetje ruzie. En, ja, ik heb geen idee wat er allemaal in zit. Born in 2018. Dan heb ik nog een meisje die in 2018 is geboren? Nee, heb ik niet. Dus ja, misschien iets om te verloten of zo. Hier zit in ieder geval een hele dikke... Het is echt een hele dikke tas vol, jongens. Ik kan het niet eens laten zien. Het is gewoon een big shopper. Het is echt gewoon een big shopper, kijk. Big. Die zit echt tot de nok toe vol. Dus ik ga ook echt niet alles hier nu laten zien. Tenzij ik dat een beetje snel kan. Maar je weet hoe snel ik kan zijn. Allemaal sokjes. Je bent soms te snel. Wat is dit? Oh, dit is een jurkje. Die is ook schattig. Ook heel lief. Majootjes. Misschien dat de nieuwe baby daar wat van aan kan. Ik heb geen idee. En alles wat ik weer niet aan kan, kan ik altijd nog weer doorsturen naar jullie. Marloes, jij hebt volgens mij ook baby's die groter zijn. Dit is zelfs een maatje 74 bijvoorbeeld. Dus voor een van de dames. Adele of Marta is natuurlijk sowieso wel een stukje groter. Dit is ook een wat groter broekje. Nou, dit is allemaal... Ah, wat een boel. Ik kon er niet doorheen, jongens. Maar zo ziet het er ongeveer uit. Ik ga niet alles laten zien, hoor. Deze is trouwens ook heel schattig. Wat is dat voor maat? 68. Die is ook lief, hè? Heeft een beetje een kerstbalachtig idee. Ja. Het zijn heel veel rompetjes. Broekjes. Sokjes. Nog een broekje. De Kim die neust er dan altijd zelf in. Nou, en wat zij niet gebruikt, geeft ze tas aan mij. Neus ik er weer in. En zo doen we dat dan. Dus ja. Deze ook lief. Schattig konijntje erop. Heel veel sokjes ook, jongens. Broekje. Wat is dit? Klein truitje. Daddy's girl. Ah, schattig. Dat is wel een 56. Ai, ik heb een droge keel. Deze is ook lief. Ook een maatje 68. Dat is echt een beetje voor de peutertjes. Maar ja, stel dat ik wel ooit een peutertje krijg. Love. Er zit een glittertje in. Ja, even kijken of ik nog echt iets kan laten zien. Wat is dit dan? Oh, zelfs een slaapzak hier. Een slaapzak. Levi is gewoon al helemaal onzichtbaar. He, zo, daar ben je weer, hè? Het is echt een hele dikke tas vol. Ik kom er niet doorheen. Maar daar ga ik wel allemaal even rustig naar kijken natuurlijk. Oh, deze is ook schattig. Streepjesbroek.
Dat is ook een kleintje. Dat kan ik zo wel zien. Dus dat zou ook nog passen. De Rosalie is ook niet zo groot, geloof ik. Die draagt volgens mij ook maatje 50. Als ik dat zo zie. Volgens mij ook niet zo'n grote baby. Hé, hey, daar is mijn vriend ook weer. En deze, nou, dat is allemaal nog wel een beetje 56. Ik ga dit allemaal nog even goed uitzoeken. En nou ja, misschien zit er ook nog wel weer wat voor jullie tussen, hè? Je weet het maar nooit. Zo doen we dat. Alles wat er nog weer leuk is. Nou ja, er komt ook nog weer een baby in de familie. Dus stel nou dat ik het niet gebruiken kan. Dan kan misschien mijn schoonzusje dat gebruiken als het weer een meisje wordt. Nou, wil je de deur even open doen? Lise? Sorry jongens, ik zet heel even de video op pauze. Ik kom zo weer bij jullie terug. Zo, nou daar ben ik weer. Hij kwam met zijn kerstpakket thuis. Dus die wil die gelijk open doen natuurlijk. Maar ja, wie weet zit er in de tas nog wat voor jullie bij. Dat, dat zou maar zo kunnen. Maar ik heb bij mijn envelop even vergeten van boven trouwens. Ik heb natuurlijk wel een Christmas countdown giveaway. Oh, ik vind het nu echt heel moeilijk worden jongens. Nummer 11. Waar ben je? Even zoeken. Oh, ik ga trouwens de... Dit is nummer 10. En de nummer 11 daar ook bij de buurt liggen. Maar... Nou, nummer 11 ligt hier even niet. We moeten even zoeken. Maar natuurlijk wordt er vandaag wel eentje verloot. Alleen ik vind het erg lastig worden. Want voor mijn idee heb ik iedereen die op mijn video's reageert ondertussen gehad. Ja, dus ik heb er niet zo goed over nagedacht wie ik vandaag de envelop stuur. Ja, stom is dat hè. Maar dan zit je in de sauna en daar denk je dan gewoon niet over na. Dus ik moet even nog bedenken wie vandaag de envelop krijgt, de giveaway. Nummer 11 en ik heb natuurlijk ook nog een nummer 12. Nou, die maak ik dan morgen met z'n tweeën bekend. Zodat ik even rustig kan kijken wie ik deze envelop stuur. En anders begin ik gewoon het rijtje weer van voren af aan. Krijgt iedereen gewoon twee enveloppen, maakt niet zo heel veel uit. Ik kreeg trouwens vandaag ook mijn eerste kerstkaartje binnen. Echt super leuk, dat wil ik toch even laten zien. Dit is hem jongens. Happy Holidays. Super lief. Want die komt van Marloes. Dankjewel Marloes. En je vriend, man. Sorry, met je man Patrick. En je hondje Mojito. En alle meisjes. Cassie, Melanie, Lennon, Adele en Marta. Dankjewel. Super lief. Mijn eerste kerstkaartje van een van jullie. Echt heel erg leuk. Dus mijn eerste fanmail. En er is nog meer fanmail geloof ik onderweg. Van Julia. Ook super lief. Dus hartstikke leuk. Nou, ja, is leuk toch, Lise? Ja. Ja, Lise vindt het ook leuk hoor. Dus ik vind het ook echt heel erg lief. Ja, je staat erop hoor. Je hand staat erop. Dus heel lief. Marloes, dankjewel voor je lieve kaartje. Dit was de video weer voor vandaag, jongens. Voor morgen weer een nieuwe video. Morgen is het vrijdag. En nou, er staat ook van allerlei video's met de meiden gepland. Met Martijntje en met Richano. Dus dat komt helemaal goed. Eindelijk weekend. Ja, ik heb nu... Wacht, we hebben geen weekend, we hebben kerstconcerten. Ja, ik heb nu al het gevoel dat het vrijdag is. Maar daar ging mijn weekend! Ah, je hebt maar één kerstconcert, joh. Dat valt best wel mee. Zaterdag niet. Zaterdag heb je geen concert. En zondag heb jij een concert, maar dan ben je er niet. Nee, dus, nou, voor zover de planning van dit weekend dus. Maar wij sluiten deze video af. We hopen dat jullie dit weer een gezellige video vonden. Samen met Levi. Hè, Levietje? Ja, Levi is lief. En dan zien we jullie morgen weer. Tot morgen! Doei!